Welkom bij een nieuwe editie van De Laatste, waarin we de laatste dingen doornemen. Vandaag met niemand minder dan Koen. Hallo, hallo. De laatste keer dat je trots was op je eigen werk? Dat was vorige MTV IMA, het item wat ik heb gemaakt met MTV. Ja. Dat was heel leuk. Wat voor item was het? Rode loper item en dan ging ik naar het feest zelf, ja, en een beetje interviewen. Wanneer ben je een goede rode loper interviewer? Want jij doet het veel. Ik denk als je een beetje uit je comfortzone gaat en je niet helemaal aan de regels houdt. Jij stelt alle vragen gewoon, jij denkt ja, gewoon fuck it. Ja, als ik wil weten kut of kont, dan vraag ik het ook. De laatste selfie die je hebt gestuurd? Dat is deze. Die heb je net 2 seconden geleden gemaakt, ja, toch? Koen, ja. De laatste keer dat je champagne dronk? Gisteren. Nice, hoeveel? Volgens mij 1 fles en toen was het op en toen zijn we overgegaan op de rode wijn. Lekker, het is dinsdag vandaag. De laatste keer dat je nacht hebt doorgehaald? Vrijdag op zaterdag. Nee. Zaterdag op zondag. Ja. De laatste keer dat je een pikante foto naar iemand stuurde? Oh, dat is wel lang geleden hoor. Nee, ik heb ook nu even geen vlam of iets. De laatste keer dat je botox hebt gedaan? Maandje 2 geleden. Waar? 3. Hier. De laatste keer dat je een foto van Instagram hebt verwijderd? Dat was vorige week. Welke? Een selfie, die ging niet goed. Ja. Ik ben natuurlijk niet vies van een beetje facetune. En dan heb ik het zit facetunen met een borrel op. En dan zit ineens mijn wenkbrauw echt gewoon in mijn haargrens zo. En dan kijk ik erna toen denk ik van jezus, hoe heb je dat nou kunnen doen? De laatste keer dat je je schaamde voor je eigen gedrag? Oh, nou, dat heb ik nooit echt. Okay. De laatste keer dat je moest huilen, Koen? Nou, dat was echt ook gisteren. Gewaard? Ik zweer het, ja. Ja, ik had een hele mental breakdown bij tante Estelle. Ah, oké. Okay, maar daarnaast ook huilen is gezond af en toe, hè? Zo is het, heerlijk. De laatste keer dat je een groot bedrag hebt uitgegeven? Maandje geleden aan een nieuwe Prada-tas. Hoeveel? 1200 euro. Jezus. Hoe lang gaat die mee dan? Seizoen. En dan? Nee. Seizoen. De laatste keer dat je in aanraking kwam met de police. Kerst. Ja? Met kerst. Ja, en waarom? Toen stond ik wild plassen en toen hadden ze me gepakt en toen kon ik me ook niet legitimeren. Toen moest ik mee naar het bureau en toen kreeg ik ook nog een boete van belediging van ambtenaar en functie. En toen zat ik op kerstavond. Zet je vast? Ja, en eerste kerstdag in de ochtend werd ik opgehaald door mijn vader. Gelijk met brunch. Wat een fijne kerst. En de laatste keer dat je hebt gekookt, Koen? Is kaasfondue ook koken, ja, hè? Ik heb geen idee. Ik heb vorig jaar wel kaasfondue, een jaar geleden. Een jaartje geleden. Maar ik kook nooit. Worden mijn pannen vies, gedoe. Is ook zo. En de laatste emoticon die je hebt gebruikt? Een hartje. Kijk, wat een liefde. Koen, dankjewel. Was hem weer. De laatste. Wil je meer de laatste zien? Check dan alle kanalen van 538. Houd het altijd in de gaten. Vond je het echt heel leuk? Geef een duimpje omhoog. Vond je het niet zo leuk? Dan moet je niks doen. Laat hieronder een leuke reactie achter. En tot snel.